Goedemorgen allemaal. Vandaag heb ik voor jullie mijn ochtendroutine. Ik heb vandaag dus nog één dag vakantie, want het is zo'n vakantie. En morgen ga ik naar de middelbare school. En ja, ik ga jullie vandaag laten zien wat ik 's ochtends allemaal doe en zo. Nou, we beginnen nu even. Ik doe altijd eerst mijn gordijnen omhoog, omdat alles heel donker is in mijn kamer. Nu ga ik naar de badkamer, want ik ga altijd even lekker mijn gezicht wassen en zo. Ja. 'S ochtends ga ik niet, of in de vakantie of in het weekend, kleed ik me niet al gelijk om. Want dan is het een soort van pyjama dag, maar vaak wel even mijn sok aan, anders worden mijn voeten zo vies de hele dag. Nou, wat ik vaak eet is 's ochtends broodje hagelslag of Nutella, want dat vind ik heel erg lekker op brood. En drinken ga ik altijd even mijn haar doen. Dan borstelen. Ik heb altijd heel veel glitter. Dat klaar. Nou, dan maak ik vaak eigenlijk altijd mijn bed op. Anders ziet mijn kamer altijd zo heel rommelig uit. Helemaal cool. Dan ga je even zien wat ik vandaag aan ga doen. Ik heb dit broekje. Een zwarte legging. En een colbertje. En een t-shirt. Maar ik weet nog niet welke. Dus dat zie ik straks wel. Nou, nu ga ik lekker tanden poetsen. Schoon. Dan doen we nog even mijn lippenbalsem op. Ik ben helemaal weer klaar voor de dag. Ik weet niet wat ik echt ga doen vandaag, maar ja. Nou, dit was mijn ochtendroutine. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie nog het leuks willen zeggen, zet het dan even in de reacties. En tot de volgende keer. Doei!